Door een grote stroomstoring vanmorgen in Kronenburg waren er vele zaken gesloten, waaronder de Albert Heijn en de Free Record Shop. Mevrouw, wat was u van plan? Om boodschappen te halen voor bij Albert Heijn, ja. Maar de boel was dicht. Ja, dat kan gebeuren, storing, ja, onmacht. Ja. En wat gaat u nu doen? Ja, ik moet wel, ik ga nou altijd bij bruin brood halen. Ik heb het speciale brood bij Albert Heijn, dat is donker waldkorner. Ga ik proberen bij de Hema. En als ze dat niet hebben, ja, dan ga ik naar Vredenburg. Het is mijn soort brood, wat ik heel graag lust. Mevrouw, stond u op het punt om boodschappen te gaan doen bij Albert Heijn? Nou, eigenlijk niet. Ik kwam gewoon even op bezoek in het winkelcentrum. Wat heeft u gehoord? Elektriciteitsstoring. Hoe heeft u boodschap al binnen? Ik had ze al binnen, maar gewoon eventjes in de rond te kijken. Mevrouw, hoe lang staat u hier al? Nou, een uur. Een uur al? Ja. Want ik was eerst heen en weer gegaan, toen ben ik weer terug. Want hun hadden gezegd, het kan een half uur duren, maar het kan ook een halve dag duren. En u bent speciaal hierheen gekomen voor de Albert Heijn? Ja, ik ben speciaal gekomen voor Albert Heijn, want ik ga altijd naar Albert Heijn. Nou, nog even geduld misschien. Ik hoop het. Of anders een andere Albert Heijn of een andere supermarkt? Nou, ik denk wel niet een andere supermarkt. Ik vind Albert Heijn wel fijn. Mevrouw, waar staat u op te wachten? Ik sta op de Albert Heijn te wachten. Al vanaf hoe laat? Nou, ik ben al een paar keer geweest. Dan ben ik weer naar boven gegaan. Ik denk, nou zal het wel gebeurd zijn. Nou, dat is ongeveer anderhalf uur geleden en het is nog dicht, dus dan ga ik maar weer terug, anders weet ik het niet. Ik weet niet wat er aan de hand is. Ze zeggen een stroomstoring met die kassa's of zo. Het zou kunnen, maar ik vind het zo gek dat andere winkels dan wel open zijn. Moeten die toch ook een storing hebben, denk ik tenminste. Hè? Ik weet het niet zeker.